Hi, ik ben Nelleke van Noord en geboren en getogen Amsterdammer. Mijn moeder nam me al heel jong mee naar de bibliotheek, in Buitenveldert was dat. Toen ik wat ouder was, toen had de liefde voor het lezen me helemaal te pakken. En toen las ik een boek, dat heette Eline Veren van Louis Couperus. Ik was meteen helemaal weg van dat boek. Ik moest ook even nadenken waar het ook alweer over ging, want wat me vooral bij is gebleven, hoe de innerlijke belevingswereld van Eline was. Het was een en al drama en romantiek en lijden. En dat zegt wel iets over mij, dat ik op mijn 18e daar mij behoorlijk mee identificeerde. Maar de schrijfstijl van Louis Couperus, ik noem het altijd woordschilderen, beeldend, prachtig. Het is gewoon een heel mooi boek. Het heeft enorme indruk op me gemaakt.